Dit is dan een overgebleven, ja. Ze schroeven de schermen er gewoon uit. Er zitten ook wat stekkers aan die je los kunt halen. Maar daar nemen ze de moeite niet voor, ze knippen ze gewoon af. Onlangs was het weer raak bij Herbert Hofmeijer, die een agrarisch loonbedrijf heeft in Voorst. Met bruut geweld sloopten de dieven de GPS uit de tractor. Ja, dat was enorm balen. Dit was niet het enige systeem, maar bij mij hebben ze 6 systemen ontvreemd. Er moeten gerekenen tussen de 50.000 en de 60.000 euro. De brancheorganisatie Cumela Nederland schat de schade voor de boerenbedrijven de afgelopen 2 jaar op 1,6 miljoen euro. Om diefstal te voorkomen zijn preventieve maatregelen nodig. Maar ook is het belangrijk dat mensen op het platteland extra waakzaam zijn. Ik doe bij deze ook echt een oproep aan iedereen. Meld verdachte situaties bij de politie. Want het gaat om enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn. Het is niet zomaar een navigatiesysteem. Nee, het is een GPS-systeem waarmee we precisielandbouw uitvoeren. Met dit soort systemen kunnen we echt heel precies op de millimeter nauwkeurig bijna. Bijvoorbeeld zaaien, bemesten, maar ook gewasbeschermingsmiddelen toepassen. En dat is heel belangrijk voor een duurzaam Nederland. Blijkbaar is er wel handel in de spul. Wordt dan wel binnen de landbouw. Ergens anders kun je hem niet gebruiken. Ja, vermoeden Oost-Europa, maar dat weet de politie nog wel beter dan ik. Herbert juicht er toe dat de branchevereniging nu oproept verdachte situaties te fotograferen en vreemde kentekens te noteren. Als we elkaar helpen en we verspreiden het landelijk, dan gaat het vast helpen om uiteindelijk dan de bende op te rollen, zeg maar.